Waar moet je zijn voor een paspoort? Waarom moet je de geboorte van een kind melden bij de gemeente? Hoe is de zorg in Nederland geregeld? Hoe gaan politie en justitie te werk? Wat gebeurt er met belastinggeld? En hoe kun je Nederlander worden? Vragen die allemaal beantwoord worden in de serie Wegwijs in Nederland. Vandaag deel 1 over Nederlandse documenten. Heb je ook een ID-bewijs bij je? Ik heb geen ID-bewijs bij me. Moet wel. Het moet wel. Hoe komt het omdat je hem niet bij je hebt? Vergeten. Daar kun je een boete voor krijgen in Nederland? Ja, als ik aangehouden word wel. Maar dat gebeurt toch niet. Heb je ook een identiteitsbewijs? Nee. Moet wel in Nederland. Ja, maar ik ben al maar net 14, dus die heb ik nog niet opgehaald. Maar dat ga je binnenkort doen? Ja. Waar moet je dat nou ophalen? Volgens mij bij het gemeentehuis. Ja, heb ik bij me. Laat zien. Gaat het diep worden? Ja. Nou, dat is hem, hè? Ja. Moet je die nou altijd bij je hebben in Nederland? Ja, volgens mij wel. Anders krijg je boete toch. Je moet je kunnen legitimeren. Ja. Heb jij ook een identiteitskaart bij je? Ja, en ook een brommerijbewijs. Nou, laat zien. Ik heb hem eigenlijk altijd bij me. Want het moest, hè, dus ik doe het maar. Legitimatie bijvoorbeeld in een rijbewijs. Paspoort. En ID-kaart. Moet iedereen in Nederland dat hebben? Ja. Anders kan niet verblijven hier in Nederland. Paspoort. Of? Rijbewijs ook. Als je bent op straat lopen en komt misschien politie bij jou vragen. Je kan een legitimatiebewijs om hem te geven, om te weten wie ben jij. Het is een bewijs, daar staat jouw naam en adres, leeftijd. En hoe kom je daaraan? Bij de gemeente moet je aanvragen. Nou, we hebben de wet op de identificatieplicht en die zegt dat iedere Nederlander vanaf 14 jaar zich moet kunnen identificeren. Dus iedereen vanaf 14 jaar die moet een legitimatiebewijs op zak hebben. En als je 14 bent heb je nog geen rijbewijs, dus dan moet je of een paspoort of een identiteitskaart bij je hebben? Ja, precies. Het is alleen wel zo dat voor iedereen die 14 jaar is geldt dat men recht heeft op eenmalige gratis identiteitskaart. Als je naar het buitenland gaat, heb je een identiteitskaart nodig of een paspoort. Wanneer je in Europa blijft, dan heb je een identiteitskaart, heb je vaak daar voldoende aan. Maar ga je verder op vakantie, zoals bijvoorbeeld naar Mexico, Indonesië, dan heb je altijd een geldig paspoort nodig. Hij moet geldig zijn. Hij moet geldig zijn, dat is heel erg belangrijk. Ja. Ja, dit is hem. Alsjeblieft, een paspoort. Bij een paspoort en een identiteitskaart moet je je oude paspoort en identiteitskaart meenemen als je een aan wilt vragen. En je moet een pasfoto meenemen in kleur, duidelijk en recht van voren. En je moet geld betalen en vervolgens kun je hem aanvragen. En dan kun je hem na 5 werkdagen kun je het paspoort of identiteitskaart weer ophalen. En moet je dan je oude document inleveren? De oude documenten moeten ingeleverd worden, tenzij ze nog geldig zijn. Want men kan naast een paspoort ook een identiteitskaart hebben. Mag iedereen in Nederland auto rijden? Nee, als je geen rijbewijs, dan mag je niet rijden. Je moet een rijbewijs voor hebben. En hoe kom je daar dan aan? Eerst rijles volgen. En als je goed doet, theorie ook natuurlijk. En als je goed doet, dan slaag je ervoor. Dan wordt er een rijbewijs voor je aangevraagd. Ja, je moet wel rijles volgen. En dan krijg je wel een rijbewijs. Zo. Hoe oud moet je zijn? 18 jaar begin een rijbewijs. Als je heeft rijbewijs, je mag auto rijden. Als je hebt geen rijbewijs,
Dat is verboden. Nou, als je 18 jaar bent, kun je aanmelden bij de rijschool. Je kunt theorielessen volgen en daarna kun je theorie-examen doen. En als je voldoende bent, kun je voor de praktijkexamen gaan aanvragen. En wat is nou theorie? Theorie is alleen de verkeersborden leren en de verkeerstekens en vooral de verkeerssituaties. Je moet de regels leren? Je moet de regels leren, maar ook kunnen toepassen straks. En dan ga je echt de auto in en dan moet je leren autorijden? Dan moet je leren autorijden. En dan ga je dus, bij een goede rijschool gemeld je aan en dan kun je dus voldoende lessen volgen. Dan kun je examen doen en dan kun je rijbewijs opbouwen bij het gemeentehuis. Goedemiddag. Ik kom mijn rijbewijs afhalen. Nou, bij een rijbewijs dient men een foto in te leveren. Het moet duidelijk zijn, in kleur. En men moet leesjes betalen, zeg maar het geld voor een rijbewijs, dat is €30 bij ons. En dan vragen wij het rijbewijs aan en dan kan men het na 5 werkdagen weer ophalen. Dus je moet er wel even op wachten? Je moet er wel even op wachten. Als je net geslaagd bent, kan je niet direct je rijbewijs meekrijgen. Dus dan moet je 5 dagen wachten voordat je daadwerkelijk in de auto kunt stappen. Iedereen in Nederland van 14 jaar en ouder moet zich kunnen legitimeren. Oftewel, je moet kunnen laten zien wie je bent. Daar heb je dus wel een geldig document voor nodig. In Nederland kun je je legitimeren met een identiteitskaart, een paspoort of een rijbewijs. De documenten kun je aanvragen bij de gemeente van de plaats waar je bent ingeschreven.